Stefan Wevers, de brandweer en verzekeraars. Waarom een intentieverklaring? Nou, we zijn de laatste jaren bezig om met partijen die ook te maken hebben met brandveiligheid, om daar gewoon veel meer mee te gaan samenwerken. Want onze missie is minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Nou, dat kunnen wij niet alleen als brandweer. Nou, de verzekeraars is natuurlijk een hele goede partner voor ons op het gebied van brandveiligheid. En wij willen nu gewoon veel meer met elkaar gaan samenwerken. Eigenlijk raar dat we het in het verleden niet gedaan hebben. Dus die intentieverklaring is eigenlijk een soort handshake. Wij gaan samenwerken in de komende jaren. Nou, dat kunnen we doen op het gebied van kennis, scholing, data uitwisselen. Nou, er zijn heel veel terreinen waarop wij gewoon kunnen samenwerken. Voor die burger. Wat kunnen wij als brandweer inbrengen? Nou, we hebben natuurlijk heel veel data. We hebben heel veel kennis en ervaring over branden. We hebben heel veel contacten in onze wereld. En dat hebben de verzekeraars ook natuurlijk. Dus ik denk dat we die krachten moeten gaan bundelen. En we hebben gewoon beide partijen hebben gewoon één belang. En dat is dat die burger veilig leeft, maar ook veilig handelt. En ook het gedrag van die burger goed is op het gebied van veiligheid. Leo de Boer, waarom slaan verzekeraars de handen ineen met de brandweer? Nou, veiligheid is voor verzekeraars ontzettend belangrijk. Hè. Via allerlei verzekeringen betalen we eigenlijk onveiligheid. Dus het werken aan veiligheid vinden wij heel belangrijk. En zeker als het samen met de brandweer kan, want brand is in Nederland toch echt nog een onderschat risico. Waaruit bestaat die samenwerking? Nou, die bestaat uit, we hebben vandaag een intentieverklaring getekend om zeg maar een communicatiestructuur met elkaar op te zetten. We gaan veel meer met elkaar samenwerken en we gaan gewoon concrete onderwerpen pakken zoals preventie, kennisdeling, brandonderzoek, statistieken, noem maar op. Om die beter te pakken in de komende jaren uit te voeren, zodat we de veiligheid zeg maar, in Nederland gewoon samen naar een hoger niveau trekken. Wat zouden verzekeraars kunnen bieden aan de brandweer? Nou, we hebben ontzettend veel kennis van de risico's en zeker ook van brand. We hebben veel statistieken, we hebben mensen. We kunnen helpen om projecten van de grond te trekken. We hebben een contactennetwerk, maar dat moeten we met elkaar gaan verkennen. Maar we hebben natuurlijk wel wat te bieden. En andersom, wat hebben de verzekeraars van de brandweer? Nou ja, kijk, de brandweer zit gewoon heel dicht op de materie. Hè. Die schakelt met de burger en die uiteindelijk staan zij vooraan in de linie om de brand zeg maar, te voorkomen of te bestrijden. En dat is natuurlijk voor ons superbelangrijk om juist met die vaklui samen te werken.